Ik sta hier bij het allermooiste lichtjeshuis van Waalre, die jullie kennen van deze video. Dan sta ik hier naast Denis en Timo. Je bent de programmeur van het lichtjeshuis? Jazeker. Ja, Denis en ik hebben samen geprogrammeerd. Daar zijn we heel lang mee bezig geweest. Oh, jullie hebben samen geprogrammeerd? Ja, zo doen we dat. Gezellig als een teampje. Geen boeien bij de buren gehad? Nou, de buren die staan elke avond met ons buiten te kijken. En dan sta ik hier een geluidstest te doen en dan staat hij mee te beoordelen bijvoorbeeld. Eigenlijk alle buren die zijn heel positief, zover ze het durven te zeggen. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. We hebben dit jaar de Taylor Swift hebben erin zitten, Dua Lipa gaat mee. We hebben van Netsky hebben we nummers erin zitten. En zo proberen we elk jaar er weer iets moois van te maken. Wat is jouw favoriet? Ik denk de Taylor Swift. In the middle of the night, my dreams, you should see the things we do. Hoe zit het eigenlijk met de energierekening? Die valt op zich mee. Natuurlijk, als die speelt en als alles wit is, dan knalt die even. Maar het is allemaal LED. Ik denk, het staat op één groep, dus het is niet meer als een wasmachinetje. Dus ja, zeg 5 wasjes en that's it. Nou, we beginnen eigenlijk voor de zomer al met alle modellen. Welke lampen gaan we erin hangen? Hoe gaat alles eruit zien? En het programmeren, dat begint meestal 3 maanden van tevoren. Omdat we dus ook zo lang ermee bezig zijn. En ik denk dat een nummer... Er zitten echt al meerdere uren in. Omdat dus elk pixeltje, elk lampje is apart aanstuurbaar. En heeft zijn eigen adres. En daardoor kan je alles... helemaal maken zoals je het wil. Elk jaar komen er altijd mensen naar me toe die willen heel graag iets voor mij doen. Dus dan gooien we er een goed doel in. Dus dit jaar doen we UNICEF, omdat er zoveel ellende is voor de kinderen op deze wereld. Dus daarom halen we geld op, QR-code, collectebusje. Dat vind ik altijd wel heel tof. Wauw! En omdat ik zelf er toch ook nog ben, heb ik gezegd van doe ook even mijn YouTube-kanaaltje even sponsoren en... Nou, dat doen mensen dan ook wel. Check even de link in de beschrijving om eventueel te doneren voor UNICEF. Nou heb ik ook ergens in de wandelgangen gehoord dat jullie een speciale editie hebben dit jaar. Ja. Dat heeft Timo gisteren en vandaag nog even voor jullie speciale gemaakt. Ja, we hebben het hele huis groen gezet. 5 euro op je muil, hou. Als je in het centrum van Waalre bent in de Burgemeester Uienstraat, dan kun je het vanzelf vinden. 7 uur elke avond tot en met de 30ste. Nou, dan wensen wij denk ik iedereen hele fijne feestdagen. Zeker. Houdoe hè. Houdoe hè. Houdoe en bedankt. Beam! Ja.